ben Jimmy. Ik ben regisseur en schrijver van De Boogmaker. Het historische spel voor 2022. Over 2 weken... Ja. 20 minuten. Heb je sowieso je eerste voorstelling erop opzitten? Mijn echte bijdrage aan de historische spelen is vooral dat ik eigenlijk al jaren met dit project bezig ben. Eigenlijk sinds 2010. Dus ik heb al de eer gehad om de 4 vorige uitvoeringen die onder 3 jaar plaatsvinden te mogen schrijven en regisseren. En wat ik nu zie is wat we over 2 weken niet willen zien. We hebben altijd als tip op de horizon gehad om in 2022 bij de 5e editie 650 jaar woorden een speciale editie te maken over het krijgen van de stadsrechten 1372. Nu gewoon door elkaar lopen. Loop maar door elkaar zonder te stoken, zonder te praten. Yes. Hey. Vier. Ga maar op. Zonder te praten. Maak ruimte voor elkaar. Het past. Als het goed is, past het. Met het voorwerk van Douglas Harting, die echt al een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het tijdvak. Daarmee ben ik aan de slag gegaan. Heb ik een stuk geschreven wat we vervolgens hebben laten checken door een aantal prominente woorders, de historici. Of in ieder geval zeg maar, het historische aspect van het verhaal, of dat klopt of niet. Op basis daarvan is het script ook weer enigszins herschreven. En uiteindelijk was dat klaar begin dit jaar. En dan leg ik het aan de kant en dan zeg ik de schrijver vaarwel. En dan word ik de regisseur van het stuk. En loop je door elkaar. En 3. Je kan niet en op tijd klappen en die hoed vinden. Hè? Dus dat is best lastig. Dus wat jij misschien gewoon zou kunnen doen, is mijn idee, is dat jij die hoed bij je hebt. Ja, jij gaat ook niet meer praten? Nee? Dan moet je daarna wel weg. Oh. En dan mag ik met een heleboel leuke spelers en een heel goed artistiek en productioneel team aan de slag. Maar wat echt zou kunnen zijn, wat ik aardig zou vinden, is als jullie al gaan weten wat zij zeggen. En dat je bijvoorbeeld dat steeds al een heel klein stapje voor bent. Dus dat voor Stef gaat lopen, dat je naar de bron moet. We zijn nu door 2 heen. Dat is mooi hoor, daar hebben we echt alweer even een beginnetje gezet. En ik denk ook dat je alles wat we nu hebben gespeeld, dat je ook echt moet memoriseren, iedereen. Zodat we dit eigenlijk snel kunnen oproepen en het de volgende keer als we doen niet een uur duurt, maar daar weer alweer 10 minuten, een kwartier van afgaat. Ja, goed. In ieder geval, het zit hem in het kijken en eigenlijk het weten of het reageren op wat er gezegd wordt.